De manier waarop Tim Hofman zich profileert stoort Marcel van Roosmalen mateloos. Hij verwijt de presentator te lijden aan het Messiascomplex en daar hebben de heren ook wel eens ruzie over gehad op tv. Een paar weken geleden werd Tim nog compleet belachelijk gemaakt in de talkshow van Roosmalen Groenteman. Het raakt Tim kennelijk wel, want hij durft nu niet eens meer op televisie te zeggen dat het niet goed met hem gaat na de recente moorddreiging aan zijn adres. Hij zat gisteravond aan tafel in de talkshow Khalid Sofie. Gastheer Khalid Kassem, fijn dat je er bent. Het is eigenlijk de eerste keer dat je op TV bent sinds 6 september, de dag dat er een man naar binnen liep bij het BNNVARA-gebouw met een mes en een vuurwapen en het plan om jou te doden. Tim strijdt lustig, niet gelukt. Khalid is daar blij mee. Nee, gelukkig niet. Hoe is het met je? Tim durft dat niet helemaal eerlijk te beantwoorden. Oh, ehm, ja, ik heb over deze vraag nagedacht. Als ik zeg heel erg goed, dan bagatelliseer ik het, maar als ik zeg heel slecht, dan krijgt Marcel van Roosmalen weer een tia omdat ik me aanstel, dus het gaat. Kaliet, daar trek je je toch helemaal niks van aan? Nee, beweert Tim dan. Nee hoor, het gaat. Ik zit hier, ik leef nog, mijn moeder is er blij mee, mijn vader is er blij mee en door met mijn werk. Wat vindt Tim verder van de kritiek op de boos special die hij heeft gemaakt over deze vuurwapengevaarlijke man? Het is een beetje een gekke zaak. Wat die man geprobeerd heeft, is een journalist vermoorden, maar ik ben in die zaak ook slachtoffer en ik mocht als slachtoffer die verhoren inzien en ik heb die gewoon meegenomen naar de redactie. Niet de papieren verhoren, dan, maar wel de informatie. En daar heb ik een uitzending over gemaakt. Dat is eigenlijk een feitrelaas met een beschouwing van experts. Volgens kenners is dat onwenselijk. Tim is het daar niet mee eens. Ik heb me gewoon laten adviseren door mijn raadsman, door het OM. Ik ben niet gek. Ik wil die rechtszaak niet in de weg zitten, dat hebben we niet gedaan. Daar is geen indicatie van, dus volgens mij konden wij heel goed maken wat we hebben gemaakt.